Het feit dat de cinema's weer open zijn en dat is zo een zucht van opluchting. Niet alleen economisch, hè, zodat de cinema's weer open zijn, dat er weer wat inkomsten kunnen zijn, maar gewoon qua de honger van de ziel of zo. Het voelt heel fijn dat we met deze als eerste Vlaamse film de cinema's kunnen heropenen. En het is meteen een perfecte film ervoor eigenlijk. Anouk, als regisseur heeft daar met haar koppigheid en haar raar recht echt aardig film van gemaakt. En dat was heel schoon om te zien. En het resultaat mag er dan ook zijn. Je had hier een heel gemakkelijk een platte comedie van kunnen maken. Zeer commercieel. Maar ze heeft dat volgestoken met allemaal kleine prikkelende dingetjes. En daar een schoonheid aan toegevoegd. En een yin, een vrouwelijkheid die film echt nodig had. Toen wij aan het spreken waren voor de dingen, hadden we zoiets van... We moeten gewoon streven naar Little Miss Sunshine. Wat ook een familiefilm is, die ook prikkelt en die meer naar Amélie Poulain gaat of die meer naar Little Miss Sunshine gaat. En we hebben dat geprobeerd en we zijn daar voor een stuk in geslaagd, vind ik. Wat is de volgende? Het is de eerste Vlaamse film sinds lang. Sinds The Broken Circle. Dus ik weet het niet. Ik hoop veel meer film te doen in Vlaanderen. Ik heb zo af en toe al werk in Frankrijk en... of wat televisie en dat is heel fijn, maar ik wil voornamelijk... De Vlaamse cinema ligt mij aan het hart, dat is gewoon zo. Door veel in Frankrijk te werken, merkte dat er vanuit Frankrijk bijvoorbeeld gekeken wordt naar de Vlaamse film, als amai, wat dat Hulder doet met de budgetten die Hulder hebt en ieder jaar zitten daar twee heel goede films tussen en dat is waanzin, want in Frankrijk maken ze 260 films per jaar en zitten er ook ieder jaar twee of misschien vijf dus goede films tussen. Dus die kijken echt met grote ogen naar wat wij doen en de Vlaamse cinema wordt een begrip. Cool Abdul komt ook nog uit, om die wereld te leren kennen, dat was fantastisch. En ik heb er ook heel veel vertrouwen in dat dat een heel goede film gaat worden. Ook een boxfilm in Vlaanderen, maar wel echt de Vlaamse film. Het is geen Rocky. Nee, daar kijk ik ook heel erg naar uit. En niet te vergeten, heb jij de Oscars gehaald? Ja, ik maak deel uit van een Bosnisch-Nederlandse co-productie die een Oscar-nominatie heeft gehaald. Zonder zo te willen stoeven of zo, maar het gaat niet over mij, want ik ben er een aantal minuten in te zien in die film. Maar het is echt een prachtige film. Dat is zo aangrijpend. En vooral die hoofdactrice, hoe dat zij de laatste 10 minuten van die film speelt. Ik heb dat zelden gezien. Ik vind dat echt, echt heel straf. Gaan er nu deuren open in Hollywood? Nee, je moet realistisch zijn. Ik zeg het, ik ben de Vlaming en ik ben een Belg en het is hier dat moet gebeuren en Europeaan daarna. Dus ik vind dat fantastisch. Ik heb een keer geteld, ik heb in 7 talen al mogen spelen in mijn leven. Als dat zo mag blijven doorgaan, dan ik prijs me elke dag gelukkig hoeveel chance dat ik gehad heb in mijn carrière. Dat ik cinema kan doen. De 15-jarige Johan Helmer is doodgelukkig en trots. En ik wil dat wel heel graag zo houden. En zelfs als het nu zou stoppen, dan heb ik het ook al gehad. Cinema.